De hoed van keizer Frans. Een verhaal uit De huisvriend van 1843. Tijdschrift van J.J.A. Gouverneur. Ook bekend als Jan de Rijmer. De hoed van keizer Frans. Sedert lange tijd had zich op het ernstig gelaat van keizer Frans II niet zulk een glans van opgeruimdheid, vergenoegen en tevredenheid vertoond als op een zonnige morgen van juni 1821. Deze opgeruimdheid ontsproot vooral uit de overtuiging dat hij een goede, wezenlijk nuttige inrichting tot stand gebracht en daardoor op de dank van duizenden, in zonderheid uit de geringere volksklassen, aanspraak had. Het had namelijk tot hiertoe in Wenen aan openbare badplaatsen ontbroken, en de weinige die bestonden, werden door de eigenaars slechts tegen zo hoge prijzen geopend, dat het gebruik daarvan aan het volk geheel verboden was. Frans II was van de behoefte die bevolking aan dergelijke inrichtingen heeft levendig doordrongen en verordende met vaderlijke zorg de oprichting van 2 badplaatsen uit zijn eigen middelen. De ene voor mannen, de andere voor vrouwen bestemd en waartoe iedereen kosteloos toegang had. Op dien junimorgen nu had de architect, dien hij het opzicht over dit werk had opgedragen, hem bericht dat de beide gebouwen geheel af en ter opening gereed waren. En deze tijding was het die den goeden keizer thans in zulk een vergenoegde stemming bracht. "Mijn beste Weisberg," sprak hij tot den architect, die zelf hem dat bericht had overgebracht. Het was vroeger gebruik den overbrenger van een goede en welkome boodschap een geschenk te geven en hem zo voor het genoegen te belonen dat hij door zijn tijding verschafte. Ik wil dit oude gebruik, dat thans met meer goede dingen bijna geheel in de vergetelheid geraakt is, om uwentwil weer in zwang en ere brengen. Gij zult, voordat gij ons uw werk vertoont, nog een teken van mijn bijzondere welwillendheid ontvangen." Wie was blijder dan Weisberg met deze toezegging van de keizer? Hij berekende reeds in gedachten de waarde van het geschenk en zag met een triomferend lachje de afgunstige blikken der personen uit het gevolg des keizers, op wier gezicht hij de gegrondheid zijner hooggespanning verwachting dacht te kunnen lezen. Inmiddels liet de keizer zich tot de voorgenomen wandeling naar de beide badplaatsen aankleden. Hij koos den eenvoudigen blauwe overjas, dien hij, evenals wijlen keizer Jozef, zijn doorluchtige voorvader, altijd droeg wanneer hij incognito uitging. Van alle uiterlijke tekenen zijner waardigheid ontbloot, zijn hoofdstad doorkruiste om de wensen en behoeften zijner onderdanen te leren kennen. Met zijn toilet gereed, wendde hij zich weder tot een architect en zeide: "Lieve Weisberg, ik weet wat oprechte genegenheid gij mij toedraagt. Ik kan u dus slechts als vriend, niet als monarch, belonen. Neem dan als blijk van mijn innige dankbaarheid en welwillendheid deze gedachtenis van mij aan.
met deze woorden overhandigde hij den verbaasden bouwmeester zijn eigen hoed van zwart vilt, die hij doorgaans droeg wanneer hij in de blauwe burgerjas verkoos uit te rijden. Dit geschenk eens keizers zal onze lezeren wellicht enigszins zonderling voorkomen, waarom wij niet verzuimen mogen hier enige woorden tot opheldering van de zaak te laten volgen. Wie nog nimmer een borstbeeld van Frans II gezien heeft, kan ook niet weten hoe kostbaar zulk een hoed voor hem zijn moest, wiens schedelvorm een geheel eigenaardige en van de gewone types van ons Caucasisch ras afwijkende was. Het hoofd des keizers was namelijk niet breed, rond of ovaal, gelijk dat der meeste andere mensen, maar in tegendeel van langwerpige, bijna kegelvormige gedaante, en vooral daardoor opmerkelijk dat het voorhoofd aan weerszijden ter plaatse der slapen geheel plat was. Deze ongewone schedelvorming maakte het den keizer zeer moeilijk een volmaakt passend en niet drukkend hoofddeksel te vinden. En de hoedenmaker van zijn majesteit was slechts zelden gelukkig genoeg om de door de natuur aangeboden zwaarigheden te overwinnen. Veelvuldig gebruik alleen en de daaruit volgende afslijting van het vilt kon dit rekkelijk en lenig genoeg maken. Daarom moest zulk een hoed, wanneer hij zich eens naar den hoofdvorm gevoegd had, den eigenaar dubbel lief zijn. En men begrijpt nu dat Frans II zich als het ware een offer getroostte toen hij zijn hoed den bouwmeester vereerde. Een offer waartegen een aanzienlijk geldgeschenk in zijn schatting luttel of niets zou geweest zijn. Weisberg dacht intussen niet zo. Voor 1000 dukaten, ja, zelfs guldens, had hij al de hoeden der christenheid gegeven en de grote verwachtingen die hij van des keizers grootmoedigheid gekoesterd had, waren nu als in rook vervlogen. Evenwel was hij zichzelf een te goed meester om iets van zijn ergernis te doen blijken. Integendeel antwoordde hij met een vergenoegd lachje dat hij zich overgelukkig prees een zo enig en schatbaar geschenk uit des keizers hand ontvangen te hebben, dat hij het steeds als zijn kostelijkste kleinood zou beschouwen en bij de uithuwelijking zijner dochter als onvervreemdbaar eigendom op de ganse reeks zijner afstammelingen doen vererven. Ene belofte die de keizer met een warme handdruk beloonde. Hierop begaf men zich met het bewuste doel op weg. Tegen den middag van diezelfde dag wandelde een man uit den verzoenlijke stand en in de kracht van zijn leven, eenzaam en met gebukten hoofden, in eene der minst bezochte lanen van den prater. Zijn oog was ter aarde geslagen en nu en dan gleed een gulle traan over de gebruinde wang. Zijn gang was haastig en onzeker en bij tussenpozen mompelde hij enige onsamenhangende woorden voor zich heen. Het was Leopold Spieldorf, de chirurgijn-majoor van het 3e kurassierregiment, dat destijds te Wenen in bezetting lag.
wreedaard van een vader, mompelde hij, met gekruiste armen zich tegen den stam ener linde aanleunende, armhartige frik. Kan mijn bekend karakter, mijn fatsoenlijke betrekking, mijn onbevlekte naam, dan bij u niet tegen den vervloekten mammon opwegen, dat gij op allerlei manieren bij elkander hebt geschraapt? Geeft mijn beproefde bekwaamheid in mijn vak, mijn liefde tot uw dochter, mij geen aanspraak genoeg om hare hand te vragen? Is het mijn schuld dat ik geen Rothschild ben? En hoopt ge uw dochter gelukkiger te maken door haar aan iemand te geven die rijk is, maar van wien ze een afschuw heeft? Zonder Louise geef ik niet om het leven, maar gij zult toch de voldoening niet hebben dat ik het wegwerp, terwijl het nog voor anderen nuttig kan zijn. Ik wil u niet vloeken, oude gierige Weisberg, maar ik hoop van harte dat uw ellendige hebzucht nog haar verdiende loon krijgen. Zo ongeveer luidde het gesprek dat de bedrukte Spieldorf met zichzelf voerde. En bij die wenken die hij zich daarbij liet ontvallen, hebben wij nog slechts toe te voegen dat Louise Weisberg, de dochter van den architect, de liefde van den degelijke man met al haar hart beantwoordde en onder de hardheid waarmede haar vader het aanzoek van den algemeen geachte Spieldorf had afgewezen, niet minder dan haar geliefde leed. Spieldorf was te veel man en hing te zeer aan zijn kunst om, door de bekomen afwijzing ontmoedigd, zijn beroepsplichten te verwaarlozen. Hij bedacht dat de tijd daar was waarop enigen zijner patiënten op zijn bezoek wachten en ging dus naar huis om eerst van kleding te verwisselen. Toen hij juist weder uitgaan wilde, hoorde hij in het bierhuis tegenover zijn deur een hevig rumoer dat hem voor een bloedige vechtpartij beducht deed zijn. Daar hij reeds vaak had opgemerkt dat enkele ruiters van zijn regiment die kroeg bezochten en ook thans weer echte soldatenvloeken hem in de oren klonken, vermoedde hij dat de twist waarschijnlijk tussen manschappen van verschillend wapen zou zijn uitgebroken, en besloot liever door zijn tussenkomst den strijd te beslechten dan toe te laten dat een der wakkere knevelbaarden zich om ene ellendige kleinigheid ettelijke dagen harde provoost of cachotstraf op den hals haalde. Hij trad dus dadelijk in het rokerige kot en zag met blijdschap dat alleen de verschijning zijner uniform reeds de gestoorde orde terstond weder herstelde. Wat is hier te doen? Vroeg hij aan enige ruiters van zijn regiment die hem terstond in het oog vielen. Zijt gij aan het kloppen geraakt? Wie is de ruziemaker? Met verlof, zeide de waard met een deemoedige buiging op hem toetredend. Zover is het nog niet gekomen, heer majoor, maar het was na aan het vechten toe. En hoezo dat? Vroeg Spieldorf. O, een kleinigheid, heer majoor, antwoordde de tapper op twee der kurassiers wijzend. Die twee daar hebben in een uur 5 flessen bier bij mij uitgedronken en wilden heen gaan zonder te betalen.
Toen ik de kosten van mijn gelag eiste, hebben ze mij met een pak slaag bedreigd. Dat liegt de vent, majoor, riep een der soldaten, opstaande en met de hand aan de politiemuts. Van de hele historie is alleen waar dat we 5 fles bier gehad hebben. Hem zijn geld onthouden, wouden we ook niet. Maar we boden hem daarvoor hier deze hoed aan, dien we zeker weten dat keizer Frans zelf op zijn hoofd heeft gedragen. Maar de hondsvot zei dat we met den hoed naar den duivel konden lopen en hield vol dat het ding zo slecht was dat hij het zijne kat niet eens opzetten wou. Hij noemde ons leugenaars en afzetters. Daar iedereen nu toch op het eerste gezicht wel kan zien dat dit de hoed van zijne majesteit geweest is en hij door zijn schimpen niet ons alleen, maar ook den goeden keizer heeft aangetast, was het onze schuldige plicht hem eens terdeeg af te ranselen. Is het niet een eerlijk man zijn zuur verdient goed ontstelen, riep de waard, als men hem voor zijn kostelijke drank een oude hoed van de voddenmarkt in de hand wil stoppen en hem wijsmaken dat de keizer dien gedragen heeft. Zwijg, Skobbejak, hernam een der soldaten, die is wis en zeker van onze genadigden keizer Frans. Ik heb hem van een van de lakeien van het hof, die hem heel goed kent, en die heeft hem van den bouwmeester Weisberg gekregen, aan wien de keizer hem vanmorgen vroeg zelf geschonken heeft. Ieder christenmens in Wenen kent het hoedeke immers wel. Maar ik wil klinkende munt hebben, riep de tapper. Ik ben geen klerenjood. Stil, mensen, zei de Spieldorf. Ik wil het gelag betalen, maar raad u dan ook dat gij samen vrede houdt. Hij betaalde en wilde gaan, doch de kurassiers drongen hem nu met geweld den hoed op. Neem gij den hoed weder, majoor, riepen zij, hij komt u van rechtswegen toe. Ofschoon hij de geschiedenis van den hoed evenzeer in twijfel trok als de tapper en eer geneigd was om haar voor een lustige guitenstreek te houden, wilde Spieldorf zijn manschappen toch door ene weigering niet bedroeven en droeg het ding naar huis zonder te weten wat hij met een oude driekant beginnen zoude. Enige uren later, toen hij van zijn bezoeken huiswaarts keerde, was hij niet weinig verrast te horen dat Weisberg, de hoogmoedige gierigaard, reeds 2 malen en met veel drift naar hem gevraagd en gezegd had binnenkort terug te zullen komen. Spieldorf wreef zich nadenkend het voorhoofd en zocht vruchteloos de reden van dat ongewacht bezoek te raden. Wij willen ze den lezer maar terstond mededelen. De nieuwe hoed, dien keizer Frans zich door zijn kamerdienaar had doen brengen, voldeed in het geheel niet aan zijn bestemming, daar hij hem zwaar op voorhoofd en slapen drukte en alles behalve gemakkelijk zat. Meermalen had hij onderweg den knellenden hoed afgenomen en weer opgezet. Doch deze voegde zich niet, zodat hij,
in het paleis teruggekeerd, het nieuwe hoofddeksel in een hoek wierp, verdrietig zijn halfgewonde schedelhuid betastte en den bouwmeester Weisberg nogmaals liet roepen. Beste Weisberg, riep hij deze tegemoet, ik heb u vanmorgen een geschenk gedaan dat, op zichzelf van weinig waarde, voor mij toch onmisbaar is, daar geen andere hoed mij schijnt te passen. Ik verzoek u dus liever hier deze snuifdoos met mijn portret aan te nemen en mij mijn oude gemakkelijke steek weer af te staan. Weisberg stond bij het horen van dit verzoek op hete kolen en had zich van spijt en ergernis voor het hoofd kunnen slaan. Met moeite stamelde hij enige onsamenhangende woorden uit, die evenzeer zijn bedanktuiging voor de kostbare doos met briljanten als de belofte uitdrukken moesten dat hij den verlangde hoed van huis terug zou halen, waarmede de monarch zich dan ook dadelijk tevreden stelde. De verslagenheid van den Vrek toen hij des keizers vertrek verlaten had, was nu boven alle beschrijvingen groot, daar hij begreep dat zijn tweede, hem door schaamte en angst afgeperste leugen het misselijke van zijn toestand nog slechts vermeerderde. Met een beklemd hart doorliep hij het ganse paleis om den lakei terug te vinden, aan wien hij, in zijn verdrietelijkheid over de schrale gift, den thans zo kostbaar geworden hoed had toegeworpen, en hem dien, het kostte wat het wilde, weder af te kopen. Na lang zoeken vond hij den man en vernam van hem het verdere. In allerijl snelde hij daarop naar de kazerne, spoorde met veel moeite de beide ons reeds bekende kurassiers op, vernam van hen het gebeurde in de kroeg en schelde eindelijk geheel buiten adem bij den regimentsarts aan, bij wien hij nogthans wel vreesde dat hem geen vriendelijk onthaal te wachten stond. Zijn radeloosheid steeg ten top toen hij, na tweemaal ontvangen van niet thuis, voor de derde maal teruggekomen, van den bediende hoorde dat de dokter voor hem niet te spreken was. Zonder zich evenwel door deze afwijzing te laten afschrikken, drong hij tot Spieldorfs studeervertrek door en stond deze geheel onverwachts voor het gezicht. Wat verlangt gij van mij, heer Weisberg? Was de koele vraag waarmede hij werd ontvangen. Verschoning, mijn beste dokter, sprak de architect kennelijk verlegen. Verschoning ook voor hetgeen ik u deze morgen gezegd heb. Gij weet dat alleen de liefde tot mijn enige dochter en het besef van mijn plicht als vader mij zo deed spreken. Och, vergeet dat alles en help mij nu slechts, want ik ben anders een verloren man. Ik ken uw edel karakter. Gij kunt en zult mij redden. Spieldorf geloofde bijna dat het den oude in het hoofd was geslagen en wilde reeds werktuigelijk naar zijn pols grijpen, toen deze met drift op den hoed losstoof die op een tafeltje in de hoek lag. Waarmede kan ik u dienen? Vroeg Spieldorf kortaf. Geef mij deze hoed, riep de oude,
Ik betaal er u 50 gulden voor. De dokter werd meer en meer overtuigd dat het den man in de hersens leuterde. Ik ben geen klerenkoper, geen woekeraar, heer Weisberg, zeide hij. Bovendien is die hoed niet te koop, daar hij denkelijk van onze goede keizer Frans afkomstig is. Dat weet ik, riep Weisberg. Hij heeft hem mij deze morgen immers zelf geschonken. Ach, beste dokter, heb medelijden met mij. Stort mij niet moedwillig in het ongeluk, laat mij den hoed. Vraag zoveel geld gij wilt, maar sta hem mij af. Dit een en ander maakte de nieuwsgierigheid van den jonge man natuurlijk in nog hogere mate gaande, en op zijn navraag vernam hij eindelijk de ganse toedracht der zaak uit de mond van de ongelukkige Frek, dien hij thans de ganse zwaarte van zijn haat en zijn verachting wilde laten voelen. Ik geef den hoed niet, gaf hij koel ten antwoord. Ik heb onze Frans te lief om met iets dat zijn eigendom was woeker te drijven. Het zou me eeuwig grieven als een zo laag doen als het verkopen van deze reliquie ooit ter oren van mijn goede keizer kwam. Schrijf gij de gevolgen uw onberadenheid en hebzucht aan uzelven toe. Ik voor mij zou de grootmoedigheid te ver drijven als ik u, na de behandeling die ik van u ervoer, nog dienen wilde. Dat is u onmogelijk ernst, heer dokter, riep de oude. Ik ken u als een man van eer, en ik kan niet geloven dat gij mijn ongeluk wilt. De hoed heeft u niets gekost, en ik bied er u 100, 200 gulden voor. Ik heb geen geld nodig, en ik wil er ook geen, was Spieldorfs antwoord. Afschoon ik niet rijk ben, zou ik mij toch schamen zulk een aanbod aan te nemen. Intussen is er toch nog een prijs waarvoor ik den hoed zou willen afstaan. En die is? Vroeg de bouwmeester haastig. De hand uwer dochter. Behoud gij goed en geld dat gij toch boven alles stelt en geef mij Louise tot vrouw. De bouwmeester staarde den vrager met grote ogen aan. Onmogelijk, antwoordde hij. Ik heb andere plannen met mijn dochter. Zou het niet zonde zijn als ik mijn arm kind voor een hoed verkwanselde? Ga dan zonder hoed. Gij hebt mijn laatste woord gehoord, sprak Spieldorf, den hoed den bouwmeester uit de hand nemende en in zijn secretaire wegsluitende. Ik heb wezenlijk geen verplichting aan u en voel weinig lust om mij naderhand om mijn grootmoedigheid te laten bespotten. Gij verkoopt uw dochter niet, wanneer gij haar den man harer keuze tot vrouw geeft. Weisberg verbleekte van ergernis en spijt en beproefde nogmaals beden en aanbiedingen, doch even vruchteloos. Spieldorf antwoordde hem nauwelijks en ten laatste moest de gierigaard onverrichter zaken aftrekken.
Thans bleef hem niets overig dan zich den keizer te voet te werpen, alles op te biechten en om vergiffenis te smeken, wat hij dan ook deed. Bij het aanhoren deze bekentenis betrok het ernstig gelaat des keizers meer en meer, en den ouden zondaar werd het daarbij bang om het hart. Van de reden waarom de dokter de teruggave van de hoed weigerde, zweeg Weisberg intussen wijselijk. Schoon zo dat des keizers nieuwsgierigheid, welke hij juist hierdoor had opgewekt, nog meer toenam. Ik heb mij zeer in u bedrogen, Weisberg, sprak Frans, en ik zou veel geven om zoiets niet van u ondervonden te hebben. Intussen wil ik het gebeurde vergeten, want ik kan niet verlangen dat gij uw kind voor mijn hoed geeft. Evenwel moet men ook de andere partij horen. Ik kan niet geloven dat deze Spieldorf, dien men mij altijd als een man van karakter geroemd heeft, zonder grond en louter uit hebzucht, zo hoog een prijs op een voorwerp stellen zou, dat hem het blote toeval in de hand speelde. Hij moet komen en zelf spreken. Hij schelde en zond om den dokter. De bouwmeester zweeg geheel verplet, want zijn gedrag tegen Spieldorf moest, wist hij, nog sterker tot zijn nadeel spreken. Hij had nu gaarne de helft van zijn vermogen opgeofferd om alles ongeschied te maken, maar om zelf zijn schuld te bekennen en om vergiffenis te smeken, daartoe was hij te laf, te vreesachtig, wanneer hij den ernstige blik des keizers in het geheugen riep. De ontbodene kwam en vernam uit de mond van zijn goedhartige monarch hoe hij beschuldigd was van voor een oude hoed die voor hem geen waarde bezitten kon, Weisberg de hand en het vermogen zijner dochter te hebben willen afpersen. Wat hebt gij tot uw verdediging te zeggen? Vroeg de keizer. Slechts zeer weinig, uwe majesteit, antwoordde de jonge man met alle kalmte van een goed geweten. De schijn is zeker tegen mij, doch het was mijn ernst niet. Ik bemin de dochter van deze man, en ik beken dat gaarne, doch na het voorgevallene, namelijk de beledigende afwijzing die ik van mijn gewenste schoonvader ontving, zou ik zeker niet tegen zulk een prijs tot het doel mijner wensen willen komen. Ik wilde den harden, baatzuchtigen, trotsen man door mijn handelwijze enkel tonen dat het gevaarlijk is zich tot zelfs een arm, niets betekenend mens moedwillig tot vijand te maken. En haast mij, nu ik dit doel bereikt heb, het eigendom van uwe majesteit onverwijld terug te geven. Dat verandert zekerlijk de zaak, sprak de keizer. Gij zegt er niets tegen, heer Weisberg, gij hebt geen verontschuldiging. Nu, ik zie wel dat hier Spieldorf gelijk heeft misnoegd op u te zijn. Gij hebt hem gegriefd, want hij moet zijn waarde voelen. Hij is een man van eer in mijn oog, en ik zal de bescheidenheid weten te belonen waarmede hij zijn verdiensten tot hiertoe
aan onze ogen wist te onttrekken. Hoe is het dan tussen u en de dochter van deze man, mijn waarde Spieldorf? Is zij u wederkerig genegen? Dat hoop ik althans, was het bescheiden antwoord. Die hoop is zekerheid als uw wezen mij niet bedriegt, zeide de keizer. Zeg, Weisberg, wat had gij tegen zulk een schoonzoon in te brengen? Is hij u misschien niet rijk genoeg, of te laag geplaatst naar uw begrippen van eer en grootheid? Eén pennetrek van mij kan hem hoger verheffen dan gij staat. Evenals ik u, wilde ik, beneden zijn stand kon doen afdalen. Waarom verzet gij u zo hardnekkig tegen het geluk van het jonge paar? Uwe majesteit, stamelde Weisberg, ik wist niet dat Spieldorf zo hoge gunst geniet. Op mijn gunst heeft elk man van eer aanspraak, zeide de keizer. Het is mijn plicht verdiensten te belonen en talent aan te moedigen. Kom hier, hofraad Spieldorf, vervolgde hij. Ik heb u nog een bewijs van mijn erkentelijkheid voor de bekwaamheid en zelfopoffering te geven, waarmede gij mij op het slagveld van Aspern menig braven krijgsman in het leven behield. Laat mij het ridderkruis van de Leopoldsorde op uw borst hechten en ga als hoofddirecteur van mijn garnizoenshospitaal, waartoe ik u hier nevens benoem, vlijtig voort uw talenten en ondervinding tot het beste van anderen aan te wenden. Gij moogt steeds op mijn welwillendheid rekenen. En ik wil thans zien of heer Weisberg nog langer weigert u de hand zijner dochter te geven. Sire, riep Spieldorf met vochtige ogen des keizers hand kussend, ik verdien zoveel goedheid niet. Sire, riep Weisberg, ik weet geen waardiger echtgenoot voor mijn Louise. Behoud ook mijn hoed tot herinnering aan dit uur, lieve hofraad. Gij zult er u niet van ontdoen, sprak de keizer met aandoening. Groet uw lief bruidje en verzeker haar van mijn genegenheid. Met deze woorden en een welwillend lachje verdween Frans de Tweede in een zijvertrek en liet den beiden mannen gelegenheid om zich onderling te verzoenen.